Hey Peet. Goeiedag. Goeiedag. Tijd niet gezien, man. Nee, dat klopt. Ik ben druk met de verbouwing geweest van mijn zoon, zijn woning. Dus daar had ik alle aandacht voor. Maar nu is het tijd voor de inwendige mens. Dus ja. Nou heb ik laatst een heerlijk prijssoepje ergens gegeten. Ja. En ik dacht, ik ga zelf eens proberen om een prijssoep te maken. Ja. Dus kun jij me een beetje op weg helpen met de ingrediënten? Ja, zeker. Ja, natuurlijk. De prei natuurlijk. Ja, uiteraard. Maar ja, daar gaat natuurlijk veel meer in. We beginnen met een roetje maken met boter, bloem. Even garen. Even garen. Okay, ja. En dan water erbij. Water erbij, ja. En de groenten doe ik altijd lekker fijn snijden. Ik hou van een fijn soepje wat snel gaar is. Dus en een worteltje en een beetje selderie en bieslookie. En als je het wat pittiger wil, dan zou ik een klein beetje gember erin doen. Okay. Een klein stukje aardappel. Ja, niet verkeerd. Niet te groot. En je kan het natuurlijk een beetje sterker maken met gebakken spekjes. Ja. Niet te ver doorbakken. Worstie. Eventueel een rookworstie aan kleine stukjes. Of gekookte worst eventueel. En niet verkeerd in een soep is natuurlijk een knolselderie. Okay. Dus je kunt je gang gaan. Ja. Ik heb een heel mooi recept op Facebook staan. Dat is mooi. Dat zou ik dat even proberen. Zal ik het inlaaien? Ja, is goed. Doe maar. Hartstikke fijn. Nou heb ik mijn soepie. Maar nou wil ik ook nog wat lekkere groenten voor vanavond. Wat kan je me aanbevelen? Nou, eigenlijk de Romanesco. Hij is nu redelijk betaalbaar. Ik vind hem beauty. Een soort bloemkool. Bloemkool met broccoli smaak. En het leukste is eigenlijk als je hem een beetje in het geheel op tafel kan krijgen. Dus snij het hard eruit. Ja. En kook hem in het geheel. Zet hem neer als een kerstboom. En hoe lang moet je dat dan koken? Nou, eigenlijk net zo lang als een bloemkool.